best wel heel erg druk. Het is heel erg druk, dat klopt. En hoe is dat voor jullie om die mensen hier vandaag nog te zien? Super fijn, want zo zie je maar weer dat de bibliotheek is onmisbaar in Almelo. De mensen, je ziet, ze zijn aan het hamsteren. Ze willen heel graag boeken en dat we 14 dagen dicht gaan, vinden ze allemaal verschrikkelijk. Ja, dat klopt. Is dat een beetje uit voorzorg? Hij zegt van ik heb ze uit en ik wil graag wat meer. Ik heb de vorige keer te weinig. Ik zeg nou, we gaan snel. Kan vandaag nog, hè? Ja, ik zie dat u twee mooie boeken heeft uitgekozen. Ja, inderdaad, ja. Dat nog net even op de valreep vandaag? Ja, ik had eigenlijk mijn andere boeken nog niet uit. Ik denk, maar ja, nu moet ik ze maar terugbrengen en dan mijn nieuwe boeken halen. En dan hopelijk deze wel. Ik krijg binnen 3 weken. En dat de diep dan weer open is natuurlijk. Ja, want dan kan u weer verder, hè? Dan kan ik weer verder, ja. Nou, veel plezier ermee voorlopig. Dankjewel. Ja, nou. Ja, die biep 2 weken, dat moet overbruggen zijn. Dat sowieso. Ik ben net pas lid geworden van de biep, dus dat ben ik toch een early adapter. Oh nee, juist niet, hè? Nee. Early adapter juist niet. Nee, maar goed, je bent een beetje laat aangesloten. Ik ben laat aangesloten, ja. Maar nu gaat het ervoor. Precies. Er zijn al heel wat mensen vandaag gepasseerd. En ja, je ziet gewoon dat ze heel graag willen dat het... willen ze extra boeken mee, ja. Ja, ze zijn gewoon bang dat ze de komende tijd gewoon niet te lezen hebben. Nee. Dus lezen is ook, dat is fijn. En je ziet het dat mensen, als wij 14 dagen dicht zijn, dat toch lezen een van de grote behoeften is van mensen. Dat ze toch thuis lekker kunnen lezen, ook met het uitzicht op de lockdown straks misschien in Twente, dat je lange avonden hebt. En veel oudere mensen met grote letters die echt aan het instaan zijn. Dus, en wij zijn al heel blij dat we deze mensen vandaag al kunnen helpen, extra. Dus je ziet hoe hard de biep nodig is voor Almelo. En eigenlijk, dit is een heel goed teken, ook voor ons, hè, dat je toch proeft van hoe hard we nodig zijn voor de mensen.